Yep, ik was erbij. Abu Dhabi 2021. De gehele reis, verblijf en andere extra leuke dingen werden volledig verzorgd door Red Bull Nederland. Dankjewel, echt dikke shout-out. Het was een onvergetelijk weekend. En zo is hoe het ging. Dat is niet echt goed Nederlands, maar boeien. Dat is de Taj Mahal, man. Op donderdag hadden we een tour door de woestijn met... Ja, deze beelden ben ik allemaal kwijt, dus ja. Emotionele dingen. Op vrijdag begon het pas echt serieus te worden, want toen begon natuurlijk het echte Formule 1 weekend. Alleen misten wij FP1. Half uur bezig, FP1. P1. Oh. 2,5 tiende. Let's go voor de kampioen, ouwe. FP1, ouwe. Hoezo zijn wij niet bij FP1? Iemand moet onderbroek komen. Ja, dat is waar. Eigenlijk, besef dat wij dus FP1 hebben gemist, maar jij je onderbroek hebben. Ja, ik had nog niet gezegd waarom we FP1 misten. Ik was mijn onderbroeken vergeten mee te nemen. Dus ik liep hier al 3 dagen met dezelfde. Gadverdamme! Jean-Pierre Lambiezen, hij is gewoon hier, man. Hallo. S'middags gingen we naar het circuit voor FP2 en kocht ik in de tussentijd even die hele toko leeg. Let's go, man! Maar dit was nog niet eens alles. Mensen, ik heb dus even. Ik ben nog 1 keer naar de merch shop gegaan, want dit is gewoon. Het is gewoon een legendarisch weekend, weet je. Wat ook de uitslag wordt, maakt niet uit. Het is gewoon een aandenken aan een legendarisch seizoen. En wie het ook wint, of het nou Hamilton wordt of Verstappen. Ik heb deze ook even gehaald, weet je wel. We moeten ook gewoon respect hebben voor Hamilton. Wat hij heeft neergezet in deze strijd. En oh, wacht. Dit is trouwens de track van Abu Dhabi en wij zaten hier op Main Street. En dat is natuurlijk altijd wel een leuk plekje om te zitten. Vooral onze plek, het is ongekend. Je kan van al die garages heen kijken. Kijk gewoon vol die Alfa Tauri garage in, man. Fucking vet. Are you ready for the 7th time as world champion? Are you ready? Nee. En toen zat ik achter een vrouw die echt letterlijk 5 minuten het podium aan het filmen was, waar helemaal niks gebeurde. Ik mag mijn collega's niet uitlachen, maar what the fuck. Goed, FP2 zelf was niet zo heel bijzonder, maar die avond hadden we nog wel iets vets, namelijk een concert van Stormzy. En dat was echt tof. Go, go, where do you know me from? Where do you know me from? Ik ben zo lekker van Missy Mark van aflevering 5. Acapella, hoor, ja! Leuk, joh. En toen was het zaterdag. En op zaterdag gingen we in de ochtend nog even op pad om een eng instappikkaartje voor Rob te schieten. Maar het belangrijkste van die dag was natuurlijk de kwalificatie. Nee, met de oppas met de stikken. Arabic. I got new rules. Accountant versie, of wat hoorde ik daar? Ik heb geen idee. Wel goed gehoord. Wel goed gehoord. Dat ja, was hem, hè? Ken je Donald Trump die dat zingt? Ja, komt er nu in, denk ik. They sold out. Okay. I don't know why. Nah, because Verstappen is a legend. He's not yet a legend. He's not a goat yet. You're not supporting Lewis. Why you yes. Want to yeah, you have to. Anyone under 30 loves Max. Yeah. Anyone over 30 loves Lewis. Ik heb nog 2 jaar, word ik voor Lewis nou. Het publiek moet weer! Ze hebben op dit scherm, zie je dus die groene en die paarse bordjes niet. Wij hebben dus geen idee wie dan soort van goed gaat en niet. Gelukkig hebben we de app, mensen. Weer rots. En toen was daar Q2. En in Q2 begon Max vanaf de mediums, maar verrende zich een beetje in zijn eerste run. Om vervolgens run 2 op softs te doen. En dat was al vrij onverwachts. Rob, soft tires, wat? Ja, opeens Max gaat naar buiten op softs in Q2. Wat op zich heel vaak gebeurt en dan breken ze hem af. Maar hij maakt ze rond af. Dus morgen allebei andere startman. Oftewel, divebombing, bocht 1 op die soft. Quota rounds showed a really good improvement, so that was the main things we Of het is omdat hij een fles probeert en hij moest wel. Wij weten het niet. Wij zien niet eens welke kleur die blokjes hebben. Wij zien alleen deze twee fucking idioten staan. Jansen. Goed, het leuke van die Main Street waar wij zaten is wel dat de fans gewoon compleet door elkaar zaten. En zo kom je ineens naast ziek Britse Lewis fans te zitten. Althans, fans. Die chicks achter me wisten niet wat ze aan het kijken waren. Ze dachten dat dit de warm-up was voor de race. Ze snappen niet waarom ze nog niet aan de start waren. Matthew, on what time does the race? Waarom ga ik dit in Nederlands op staat? Ja, ze vroegen ook over de fastest net van vorige week. En waarom Lewis daar niks aan had nu? Nou ja, daar heeft hij een punt voor gekregen, maar dat zit wel. Daarna begin je weer opnieuw. Hij dacht dat op basis van de fastest net van vorige week hij dan morgen op vol mag zijn. Ja, ze gaf zelf ook wel toe dat ze er geen race van snappen. Dus het is hier gezellig. Je heeft echt meer tieten dan hersencellen, denk ik. Twee. Ja, ze vroeg trouwens ook midden in Q2 van wanneer gaat het eigenlijk beginnen? Dan betaal je dan €550 ervoor, hè, voor een heel weekend aan die ticket. Het is zo niet te doen. Pit
comes Hamilton, crosses the line, only second fastest. Halve seconde. Halve seconde. Hou op. 22.6. Hé? Halve seconde. Oh, ik ben hier nu voor gemaakt. Ik ga dood. Toto in de mut, halve seconde. Is het die slipstream van Perez? Ja, hij zat inmiddels in Q3 en die vroeg ze nog een keer hoe het systeem werkte. Het was echt ongelofelijk. Ik klikte alleen net mijn camera uit. Ik heb de hele vraag niet opgenomen. Shit. Daarom moet je gewoon altijd door blijven filmen. Dan mis je nooit wat. Mensen, ik ben aan het shaken. We shaken hier. Rob is ook aan het shaken. Laatste run. We shaken. Yes, kom op. Kom op, 2/10 daar. We stappen in proef. 1000. Kom op. 1000ste. 1000ste. We stappen bijna sector 2. Oh. Yes! Come on! Come on! Come on! Come on! We hebben de bal! Let's go! Go! Mijn hart zit in mijn keel aan. Ik smeer het godsam. Ja, ja! En dat had ik echt niet verwacht, hoor. Oh, ik was zo in de munt. Yes, man! Met die soft bij de start. Misschien had hij nu beter medium kunnen hebben. Nee, nu, morgen, weg. Je ziet hem nooit meer terug. Weg, 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 weg. Besef dat die chicks hiernaast die hele toppe, vieze, ordinaire wijf. Die zei, Lando shit. Nou, Lando shit, je poeh. Zij zei trouwens ook nog, wanneer begint Q4? Dat heb ik niet, dat verzin ik niet. Q4 dadelijk bij man op de slaap. Hey Rob, mijn broertje heeft me net die zei, wat Lewis in dat interview net zei, wat we hoorden. Omdat hij in tweede staat, kan hij tenminste zien wat Max rijdt. Ik weet niet of ik het echt gezegd heb, maar vrije vertaling. No, I'm still in the front row. We've got the difference obviously between the tires, but I'm grateful I can see where he is. And then we can try and navigate from there. Ja, eerlijk, die was wel gewoon geinig. I'm grateful I can see where he is. And then we can try and navigate from there. Grateful I can see where he is. I can see where he is. Ja, door die pol begon het optimisme wel een beetje te overheersen, ook op de hotelkamer 's avonds. Ik had een jouw film, jongen. God, kaleren. Mensen, de Pitstop Boys zijn terug met een nieuw liedje. We hebben die vast aan de edit gehoord in deze video. En toen was het zover. De allesbeslissende race day hier in Abu Dhabi. En we waren lekker vroeg op het circuit en dat kan allemaal gewoon, want er is genoeg vermaak. Zo heb je bijvoorbeeld een volledige Formule 2 race van een uur lang. Maar je hebt ook, ja, dit soort dingen. Bro, laat alsjeblieft die race beginnen. Wat een mogolen. Shit. Yeah. Zijn collega's weer op vloggen hier ook. Verder was Rob op een keer echt super dronken. Die had op een keer zo'n doos gepakt en dan ging hij zo inlopen. Want die klein is, weet je wel, snap je hem? Security had ook nog aardig wat moeite met hem ook. Je hebt collega-vloggers die zijn klein geschapen. Hallo. Je hebt collega-vloggers die zijn net iets groter geschapen, weet je wel. 5 minuten voor de race. Hartslag van 100.000. Dat gaat echt gebeuren, mensen. Dit is echt spannend in het echt. Nou, waarschijnlijk jullie thuis ook voor de televisie. Zondag 12 december. We gaan kijken wat er gebeurt in Abu Dhabi. Pole position voor Verstappen, dan Lewis Hamilton. Lampen uit, we zijn onderweg. Wie heeft er de beste start? Lewis Hamilton is weer eens heel goed weg. Lewis... Weg! Je ziet hem nooit meer terug. Fucking hell! Fucking hell! Teruggegeven, denk ik. Ja, dit blijft wel een beetje een gek moment, vind ik. Want buiten het feit dat dit natuurlijk weer een zieke divebom is, heeft Max de baan nooit verlaten. En Lewis denkt van, jup, ik kies gewoon die kortere weg. Maar goed, vanaf dat moment lag Lewis dus op 1 en Max op 2. En eigenlijk was het best wel een saaie race. Hij vloog ook zo voorbij. Er waren eigenlijk maar 2 momenten waarop het even spannend werd. De eerste was toen Hamilton Perez moest inhalen. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. Checo! Checo is zo bezig hier, ouwe. Max gaat aan. Max is eraan gestoken. En is ook. Holy shit. En het tweede moment dat het weer even spannend werd, was toen een virtual safety car kwam. Virtual safety car has been imposed. The virtual safety car. Michael, please, no safety car. Duurt wel lang, hè? Ik zou gaan als ik Max was. Ik zou nu gaan. Ja, je moet iets. Alles is klaar natuurlijk. Ik vind het helemaal geen gek idee, hoor. En toen Max besloot te gaan voor een 2-stop. Maar wij zaten dus het hele weekend al op die app de tussentijden te kijken. En eigenlijk zagen we meteen al dat hij gewoon de pace niet had om zo'n groot gat nog dicht te rijden. En met nog zo'n 5 ronden te gaan, leek het seizoen wel echt als een nachtkaars uit te gaan. En leken Mercedes en Hamilton er met de overwinning van door te gaan. Get in there, Lewis. What a
Meester van alle vier de elementen kon ze stoppen. Toen de wereld hem het meest nodig had... Nicolas Latifi beukt hem eraf en er komt een safety car. Bij het rondje van Nee, daar gaan ze nooit doen. Dat is sowieso een safety car. Nee, maar safety, ik denk dat hij gewoon door is. Nee, jongen. Ja, maar ze zijn te lang. Voordat het opgeruimd is. Zo, wat een crash, jongen. Besef ook die reactie van Lewis toen hij hoorde dat er een safety car kwam. Het lijkt wel alsof hij iets zegt als... Alleen in werkelijkheid zei hij gewoon... Shit, man. Ja, dan komt het toch iets minder heftig over. Maar goed, je hoort die angst in zijn stem, hè. Fuck, is he right behind me? He will be. With new tires. Max gaat wel naar binnen voor die laatste divebomb. Spanning is nu, gaan we nog racen. Ze gaan best wel snel met opruimen, maar... één rondje kan voor ons en op soft. Ja, ledcars mogen niet overtaken. Ze mogen niet inhalen. Ja, hier leek het echt definitief voorbij. Omdat er 5 auto's tussen Max en Lewis niet in mochten halen. En die zouden sowieso in de weg rijden. Al zou er zo een herstart komen. Was overigens niet iedereen het mee eens. He's not gonna allow us to unlap ourselves. So we got Verstappen in P2. It's about 4 cars behind you. Yeah, and he should be... Toen gaat ze in front of me. Die Alonso. Je vraagt je af of hij een fan is van Max. Nou, hij zegt zelf van niet. Maar dat klopt volgens mij ook. Hij heeft gewoon een ongelofelijke pestpleurishekel aan Lewis. Het is zo te merken. 2 rondjes. Het is over, mensen. Het gaat zo eindigen. Het had nog echt episch kunnen worden. Maar ja, terecht had het ook niet geweest. Het had niet terecht geweest, maar... Wel lekker. Sport is soms echt. En wel heel erg lekker. Ze gaan eindigen onder de safety car. Ja, ze zijn nu afgelopen. Ja. Zeg, dan moet hij nu ongeveer komen. En toen, met nog 1¼ rondje te gaan, toen niemand er meer in geloofde, kwam ineens toch die melding. Oh, hij glijdt eraf. Lewis Hamilton maakt een fout. Oh, en er zijn er nog 2 afgegaan. Code rood. Oh, nee! 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 Gisteren probeerde hij het buitenland. Oh! Nee, dit is wel met Touché, een zware clash. Touché Bottas daar ook verstappende. Het bokkie zwaar bevochten voor Lewis Hamilton. Maar hij pakt wel de leiding in het WK. He's a lucky boy. He's a lucky boy. This is the safety car coming in this lap. We think it. Oh my god. Oh my god. Max krijgt een restart. Laatste ronde. Oh my god, Toto is fucking boos. We hebben nog 1 kans in de laatste ronde. Safety car in this lap. Oh my god. Oh my god. Oh my god, dit zou zo episch zijn. Ik wil helemaal. Ze rijden echt fucking traag, Lewis. Max heeft soft. 1 ronde oude soft. Tegen 40 ronde oude hards van Lewis. Ze gaan. En Verstappen gaat aanvallen. En Mercedes is woest. Oh my god, hij is er voorbij. Oh, dit kan niet. Is dit het einde van het seizoen? Oh my god. Dit is zin hier niet. Hij komt nog een keer. Red hem uit. Ja, Max, doe het. Ja. No, Mikey, no, Mikey. That was so not right. Hij heeft hem, gast. Dit kan niet. Oh mijn god. Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Hij heeft hem. Ja. Come on. Oh my god. Ja. Come on. Let's go. Yes. Come on. We doen het. Wat is dit zwaar onderweg. Dit is de grootste bullshit ooit. En we zijn er blij mee. Max Verstappen, you are the world champion. The world champion. Oh my god, guys. I love you so much. Rennen naar het podium, gek. Oh, DRS in het stream. Kijk wat hij doet. Zijn softband. Dat was een moment om Latifi te eren. Ja, hij is echt de goat van de dag. Ja, want er is nu aan het boel. Ik heb best wel, het is toch best wel zielig voor hem.
Ik vind het wel zielig voor Hamilton, maar voor wie ik het echt heel zielig ben is gewoon Toto Wolff, man. You're bashing him now, fuck you up, and I'll kill you! Toto Wolff verdient het wel, man. Ja, die verdient het echt. Toto Wolff verdient dit. Dit verdient hij echt. Van Nassau ben ik van Duitse bloed. Vaderland getrouwen. De pre. Nou, leuk. Gaan we naar huis? Ik vind het wel eigenlijk mooi geweest. Ja, ik denk dat we naar huis gaan. Ja, ik denk het ook. Ja. Want we moeten morgen natuurlijk vroeg vliegtuig. Ja, hierna zijn we eigenlijk meteen naar huis gegaan. Het liedje gaat over Hamilton. Over speciaal over Lewis gaat hij. Oh ja, toen kwamen we ook nog een of andere zwerver tegen die mijn Lewis petje had gevonden. Ja, was nog een leuke avond, ja. Inmiddels heeft Toto trouwens een of andere video gemaakt waarin hij aan het huilen is. Dit geeft me echt vibes alsof het een YouTube-video is, weet je wel, met dan in kleine letters de titel. Het gaat even niet goed met me. Wat zit hij er doorheen, zegt die gozer. En wat is dit lekker. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb ervan genoten, zoals je wel gemerkt hebt. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie ooit terug.